De NV Luchthavenbeheer heeft met verschillende vliegmaatschappijen een vliegschema gemaakt om de niet-ingezetenen terug te voeren naar hun eigen land. Dit zei Timothy Mendonça, directeur van NV Luchthavenbeheer, gisteren op de persconferentie van de overheid. Mendonça gaf aan dat de eerste vluchten reeds zijn uitgevoerd door de SLM en de KLM. De gestrande passagiers die met TUI vliegen worden vandaag opgehaald. Dat zijn alleen voor de uitgaande passagiers. Wat betreft de regionale vluchten voor de uitgaande passagiers, die zijn vanmorgen reeds gestart met FlyAlways en SLM die naar Guyana en naar Miami, naar Port of Spain en naar Curaçao hebben gevlogen. Voor wat betreft de overige regionale airlines, de Caribbean Airlines, Gol en Copa, die zijn nog bezig de schema's bij elkaar te krijgen, omdat ze proberen passagiers te clusteren bij elkaar. En daarover krijgen we binnenkort wat meer informatie. Vanwege het feit dat er mogelijk ook andere airports de deur zullen sluiten, is deze gelegenheid geboden voor al de mensen, niet-nationals die hier zijn, om het land te verlaten. Voor wat betreft de Surinamers, de ingezetenen die in het buitenland zijn, wordt er hard aan gewerkt om ze terug te krijgen. En dit is afhankelijk van het aantal beschikbare quarantainelocaties. En dat is omdat er voor de duidelijkheid, iedereen die binnenkomt moet minimaal 14 dagen in quarantaine worden geplaatst. Voor de mensen die in het buitenland zitten, maak contact op met de dichtstbijzijnde ambassade of het consulaat om daar te registreren. En of met de airlines waar u geboekt heeft of waar u een ticket van heeft, zodat we een duidelijk beeld hebben van wie er allemaal buiten is, om zo goed als mogelijk te plannen het moment dat we ready zijn om jullie terug te halen, het moment dat de quarantainefaciliteiten ready zijn. Tot zover Timothy Mendonça, directeur van NV Luchthavenbeheer. Hij sprak gisteren op de persconferentie in het perscentrum. Hij zei dat er reeds een aanvang is gemaakt om niet-ingezetenen terug te vliegen naar hun eigen land.